De bovenverdiepingen van twee panden in de Watermolenstraat zijn vanmorgen afgebrand. De brand ontstond in een leegstaand pand nabij de Krabbensteeg. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat meerdere gebouwen in de as zijn gelegd. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is en of de woningen tegen brand zijn verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Dit meldt de Public Relations afdeling van de politie.